Vandaag gaan we naar een aantal collagetechnieken kijken. Er zijn er ongetwijfeld nog veel meer. Ik heb er nu zeg maar 3 uitgekozen die ik jullie wil laten zien. Ik ga ze niet alle 3 voordoen, maar ik focus me eventjes op 1 techniek. En dat is vooral het maken van je eigen collage materiaal, dus het papier wat ik patronen ga geven. Maar daarnaast laat ik ook een aantal andere mogelijkheden eventjes kort zien. En dan kun je daar thuis gewoon lekker mee aan de slag. Het gewoon uitproberen, durven en doen, want dat blijft het motto. Ik laat even zien, deze ga ik zo meteen live afmaken. Dit is een techniek waarop het kan en hoe het precies zit, dat vertel ik aan het eind dan nog eventjes. En tenslotte hebben we ook nog een techniek waarin je met alleen maar vliegerpapier werkt en met grote stukken over elkaar heen gaat plakken voor licht en schaduwen. Daar kom ik ook nog op terug. Dus ik start eventjes met het maken van ons eigen patroonpapier. Ik heb natuurlijk al een aantal voorbeeldjes gemaakt, want ik heb het natuurlijk nodig als ik het laat zien dat het al droog is. Dus er is al een beetje uitgescheurd. Maar dit is bijvoorbeeld een papiertje wat ik zelf heb gemaakt en waar ik wat patroontjes op gezet heb. Voordat je dat gaat doen, is het natuurlijk belangrijk om te bedenken wat je wil gaan maken. Want dan kun je ook je eigen patroonpapier in de juiste kleuren maken. Het werkje wat ik nu af ga maken is gebaseerd op een foto van bij mij uit de tuin. En daar zie je dat er groen, geel en roze in zit. Ik wil hem wel even goed omhouden, zie ik. Dus een grote bloem, schaduw en geen schaduw. Er zitten al verschillende tintjes roze in. Dus dat kun je dan ook terugzien. In deze bloem heb ik ook een lichte kant en een donkere kant gemaakt. Wat ik nu mee ga beginnen is om gewoon even te laten zien hoe je zo'n patroonpapiertje heel makkelijk kunt maken. Daarvoor hebben we nodig acrylverf en een aantal materialen waarmee je kunt stempelen. En dat is een, zeg maar een klein kartonnen kokertje in dit geval. Maar ook een klein filstiftje heeft 2 verschillende rondjes waar je heel leuk mee kan stempelen. Ik heb een plastic reageerbuisje waar je weer net eventjes een iets groter rondje mee kunt maken. En net heb ik bedacht van ik wil ook nog een rechthoekig vormpje. En heb ik een markeerstift gepakt, een oude. En die heeft natuurlijk ook een één kant. En de andere kant is weer net een ander patroontje. Ik laat zien hoe het werkt. Dus kijk lekker mee. Ik pak eerst mijn palet. En ik wil vandaag dus verder met geel en groen van de foto die ik heb laten zien. En eigenlijk werk ik alleen maar met de 3 primaire kleuren. En wit. Ik neem een beetje geel als primaire kleur. Ik neem primair blauw. Dus niet een aparte kleur blauw, maar echt eentje die je heel goed kan mengen. En rood. En met deze 3 kleuren kan ik eigenlijk alle kleuren maken. Dus dat is er ook meteen weer leuk van deze workshop. En wit om alles ook nog een beetje lichter te kunnen maken. Nou, wit is natuurlijk niet dat het per se hoeft. Je kan natuurlijk elke kleur kiezen die je zelf wil. Een beetje wit. Allereerst heb ik een bakje water. Want we doen het met hele dunne verf. Niet alles zal ik het op elkaar, als het een beetje doordrukt worden ze allemaal vies. Ik ga even een groene maken, daarvoor neem ik een beetje geel en blauw. Nou, geel en blauw wordt samen groen. Dit is een vrij lichte groen en daar begin ik mee. Ik maak echt een waterig, het is bijna een soort aquarelverf, maar daarmee schilder ik een vlak. En het leuke is al dat het zelfs met het verven niet helemaal effen wordt. Ik zal het even laten zien. Ik heb hier dus een velletje gemaakt met variaties op groen. Zo'n velletje kan ik ook maken met rood en roze en met oranje erbij. Als ik blauw en rood meng, kom ik in de paarstinten terecht.
Maar ik laat hier nu even zien hoe ik hier nu op een aantal stukken hiervan een patroontje kan aanbrengen op een hele makkelijke manier. Daarvoor ik eventjes mijn verf een beetje verdelen over het palet. Ik heb het een beetje uitgesneden, dat je dus niet een, als je hierin doopt in zo'n dolk, heb je een heel dikke klont. Ik wil een beetje dat er weinig verf aan zit. Dus dit zal ik gewoon proberen. Ik doop hem erin en ik stempel gewoon in een stukje regelmaat op het groene papiertje. Het worden een beetje aparte vormpjes, zie ik. Maar als patroontje, als ik hard genoeg duw, worden ze echt heel mooi. Zoals je ziet heb ik hier een patroontje gemaakt met rechthoekjes. Nou, ik ga hier even mee verder. Ik pak allemaal verschillende materialen. En dan zie je vanzelf wat voor dingetjes er ontstaan. Ik doe nu natuurlijk allemaal verschillende stukjes in kleine stukjes voor. Maar je kunt je voorstellen dat als je dit wil gebruiken, dat je misschien wel zo'n hele baan van hetzelfde patroontje wil voorzien. Omdat je anders straks misschien weer tekort komt als je aan het scheuren bent. Nog een beetje donkerder door er een klein beetje rood toe te voegen. Dus een beetje mengen, rood, blauw, paars. Dat heb ik ondertussen gemaakt. Ik weet dat als ik deze drie kleuren, rood, geel en blauw, door elkaar meng, dat het dan een soort bruin wordt. Dat heb ik inmiddels gemaakt. En daarmee kan ik dus hele donkere plekken maken. Nou, je ziet dat ik nu een aantal verschillende patroontjes heb gemaakt. Doordat ik hier wit overheen heb gedaan, wordt het een stuk lichter. Dit is alweer donkerder dan deze heldere open ringen. Door die ringen open te maken op het groen, is dit een donkerder stukje dan dit stukje. En met een hele donkere kleur is het nog weer donkerder. Als ik hier nog van die ringen ook in zou stempelen, dat kan natuurlijk, ik kan er even een paar doen, zie je dat ik hier ook twee tinten licht en donker heb gemaakt. Nou, deze moet natuurlijk, als je hem helemaal vol hebt, eventjes drogen voordat je daarmee kan gaan scheuren. Nou, terwijl dit ligt te drogen, kun je dus alvast even je compositie tekenen. Ik teken het zelf heel graag met een aquarelpotlood, omdat dat weer een beetje oplost ook in, met water en met de lijm verdwijnen die lijntjes. Wat ik ook gedaan heb is bij deze, dat ik de achtergrond alvast een heel zacht kleurtje heb gegeven. Ik heb hier gekozen voor geel omdat het een hele zomerse dag in mijn tuin was en ik vond dat dat die lichte kleurtjes er wel heel mooi bij konden. Maar als je goed kijkt zie je dat ook dit plaatje best wel heel veel donkere stukken heeft. Nou kan ik ervoor kiezen om die donkere stukken straks met collage op te gaan vullen. Wat ook natuurlijk kan is dat ik dat toch daarna nog met verf er een beetje omheen schilder. Ik ga in ieder geval laten zien hoe ik nu deze gele bloemetjes verder ga invullen en hier ook wel zeg maar, dit stukje als collage ga maken. Want die kleuren heb ik hier nu gemaakt. En nou hebben we het gehad over eigen patroontjes maken, wat ik nu gedaan heb. Wat natuurlijk ook altijd een handige manier is, is vliegenpapier. Altijd bekend als wat je op school of vroeger op school gebruikte om lampions mee te maken. En de derde vorm wat je kan gebruiken is kleuren uit tijdschriften. En nou heb ik hier een tijdschrift wat gaat over planten en tuinen en eten. Maar in principe kan elk tijdschrift ook een televisiegids is geschikt.
Ook dit soort plaatjes kun je gebruiken. En dan kijk je niet naar de afbeelding, maar puur naar de kleur. Als je nou weet van ik heb blauwe tinten nodig, ga je de blauwe tinten eruit scheuren. Ik ben nu op zoek naar groen tinten. En ik heb ook een aantal groen-geel tinten al uit een tijdschrift gescheurd. Maar ook een stukje met lettertjes is groen. Het heeft niets met de plant te maken, maar ik kan het heel goed gebruiken als straks als donkere stukjes voor de achtergrond. Ik zet mijn voorbeeldje even hier neer, als die blijft staan. En ik ga dus beginnen met dit stukje. Je ziet het zeg maar zo, hè? Dat stengeltje heb ik hier, de bloem. Dit blad heb ik gemaakt. Die blaadjes hieronder heb ik een beetje gemaakt. En deze hier aan de zijkant. En dan zie je dat hier ook nog een stukje achterlangs loopt groen. Dus daar kan ik nu mee beginnen. Ik gebruik even de papiertjes die ik gisteren heb gemaakt. Want anders is het allemaal nog nat. Ja. Hier zijn ze. Het zijn nog kleine stukjes groen. Dat scheur ik eraf. In dit geval. Ik heb het blauw niet echt nodig. Nog een stukje groen. En ik ga wat donkere papiertjes gebruiken om erin te plakken. En geel. In dit geval moet het hier een beetje kleine blaadjes ook zijn. Kies ik ervoor om ook gewoon kleine stukjes af te wisselen. Dan krijg je een beetje de suggestie dat het bloemetjes en blaadjes zijn. Dat heb ik hier ook gedaan. Dat kun je op deze ook zien. De bomen en de plantjes. Een ander landschap vraagt om een andere techniek. Maar dit is met kleine stukjes. Ik scheur eerst een aantal stukjes. Leg ik klaar. Want als je eenmaal lijm aan je vingers hebt, gaat het scheuren een stuk lastiger. Zo'n klein wit scheurrandje is op je collage, geeft een heel erg leuk effect. Je kan ze ook gebruiken voor een stukje waar net het licht opvalt. En als het in de weg zit, kun je het eraf halen. Maar meestal geeft het een heel leuk effect. Ik heb wat stukjes nu gepakt. Ik zelf lijm altijd gewoon met behanglijm. En ik doop mijn vinger erin. En dan smeer ik gewoon even overal overheen waar ik straks die stukjes wil plakken. Doe ik wat lijm. Nou, zaten die stukjes daarop. En dan pak ik eventjes wat kleine stukjes die ik hier een beetje tussen ga stoppen. Om daar de donkerte om dat bloemetje heen te krijgen. Het is een soort puzzeltje. En hoe kleiner de stukjes, hoe lastiger het natuurlijk is. Je kunt al zien dat nu, doordat ik hier die donkere dingetjes inplak, het al een beetje diepte in komt. En dat die gele stukjes nu veel meer opvallen dan deze gele bloemetjes. Dus je kan hier nu helemaal omheen met donker en misschien aan de zijkant weer ietsjes lichter groen plakken. Ik ga je voor hier nu achter dit bloemetje ook even een stukje blad maken. Met de stukjes die ik hier gescheurd heb. En om mezelf nou een beetje te helpen van hoe dat blad zit, teken ik hem even met het potlood. En dan ga ik dit stuk opvullen met groen. Nou, als we hier kijken, dan zie ik dat er hier nog een stukje donker zit en nog een stukje roze. Dus dat zou ik hier ook nog weer ergens in kunnen verwerken. Maar ik kan in ieder geval dat hele donkere stukje nu doen. En dan zie ik dat ik hier ook nog echt een heel mooi donker stuk heb. Ik heb hier ook nog een heel donker stukje. Dus dat gebruik ik ook nog even erbij. Zo donker heb ik het. Dit wat ik hier gemaakt heb is nog niet droog. Maar ook dit zou ik daar bijvoorbeeld heel mooi voor kunnen gebruiken. Misschien nog wel mooier omdat daar een structuur in zit. En dat is hier ook is niet helemaal even donker. In dit geval, omdat het dus een beetje licht en donker is, plak ik ze nu niet helemaal tegen elkaar aan. Maar laat ik een klein stukje geel er doorheen schemeren. Er tussen de stukjes in.
jullie kunnen je voorstellen als je dit helemaal gaat invullen, het uiteindelijk zo'n soort schilderij gaat worden. Ik heb dus eerst getekend, daarna ga je je kleurtjes bepalen en je legt alle stukjes klaar, je scheurt het alvast en dan kun je het gaan invullen. En wat ook kan, wat ik net zei, is van dat je dus met een donkere kleur eventueel er een beetje tussen schildert. Dat laat ik ook nog even zien. Maar je ziet dat je op deze manier de ruimte ook op kunt vullen met een donkere kleur, waardoor die bloem zeg maar ook steeds meer naar voren komt. Nou, ik zei net al dat er verschillende technieken waren, wat ik daar wat over wil vertellen. En die technieken hangen ook samen met wat voor beeld je wil kiezen. Ik heb even gekozen nu voor landschappen. We hebben het toen gehad over de blaadjes uit tijdschriften, eigen gemaakte patronen. Nou, als je niet zo heel veel tijd hebt om ook je eigen patronen te maken, kun je ook van die boekjes kopen waar allerlei patroonpapiertjes in zitten. En die zijn natuurlijk ook heel erg leuk. Dus misschien gebruik ik deze ook nu wel om een van deze collages te maken en om te laten zien hoe dat werkt. Ik heb dit zijn de paars tinten, dit zijn de grijs tinten. Nou, je kunt je voorstellen dat ik van dit heel mooi deze rots zou kunnen maken. Dus dat is een beetje de kunst, dat je moet proberen om niet meer in plaatjes te denken, maar eigenlijk alleen maar naar de patronen, naar de kleuren, wat je op wil zetten. Als je het helemaal precies wil doen, moet je het schilderen. Maar met een collage is het een beetje de suggestie van iets. Nou, en deze tinten heb ik ook nog. Nou, en dit zou je natuurlijk prima kunnen gebruiken om het bovenste mee in te vullen. Dus dat is dan nog weer een andere techniek. Ik laat ze altijd even zien. Ik begin ermee. Ik ga het niet helemaal afmaken, want dan zou het een hele lange video-instructie worden. Maar ik ben wel heel erg benieuwd van welke techniek jullie kiezen. Of je ze al drie gaat proberen. En wat je voorkeur heeft. Ik ga even aan de gang. Ik begin met deze. Zet ik even mijn lul bij op. Ik teken even ongeveer waar die rot zit. Het hoeft allemaal niet zo heel precies. Het zijn eigenlijk alleen de lijnen die ik zie van het landschap. En niet zozeer de horizonlijn. En hier zitten de bomen. Dit is overigens van een foto die ik zelf heb gemaakt in Schotland. Nou, dit is waarmee ik ga beginnen. Eigenlijk is het bijna een vorm van abstractie vanuit het realisme. Kom je tot allerlei soorten abstractie. In dit geval begin ik even met dat leuke grijze papiertje voor de rots. Ik zoek er wat verschillende tintjes uit, want die rots heeft ook verschillende kleuren. Donker en nog een andere donkertje. Daar heb ik drie tinten. Grijze. En wat ik nu ga proberen is dat ik al een beetje het scheur in de vorm wat ik hier heb getekend. Dat is een beetje de bouw, zo. Zo'n vormpje scheur is nog best wel lastig. Ik denk nu van ongeveer heb ik hem. Ik leg hem heel even neer. En dan zie ik dat hierboven een lichte puntje is. Die neem ik ook alvast van dit. Daaronder zit een hele donkere. Ja, voor het hele doek het gewoon nog wel lezen. Want zo donker heb ik het niet in mijn blokje zitten. Nou, ik denk dat ik deze nu alvast even vastblok, want ik denk dat dit wel aardig de rots wordt. Dus dan begin ik met degene die er onderop zit. En ik smeer ook nu weer gewoon royaal de lijm erop. En dat het niet helemaal precies is waar ik heb getekend. Dat maakt voor, in dit geval voor zo'n schilderij niet zo heel veel uit.
Het kleine lichte stukje leg ik erop. Die lijmresten die verdwijnen straks als het droog is, omdat het behanglijm is. Het andere stuk is natuurlijk met groen. Nou heb ik niet in mijn boekje heel veel groen. Maar ik heb wel natuurlijk diverse kleurtjes groen nog in deze plaatjes. Dus die gebruik ik daar even voor. En je ziet een mix van allemaal papiertjes geeft eigenlijk het allerleukste effect. Nou, ik heb nu al groen wat al een beetje bladerachtig is. Dus dat is nog veel handiger om het al... En die plak ik ook gewoon in één keer erop. Even een voorbeeldje kijken. Ook groen met lettertjes. Ik neem nu weer kleine stukjes, omdat dit blaadjes zijn van die plant. En de witte lettertjes is nu net of dat zeg maar het reflectie is van het zonlicht. Foto was in het najaar. Oktober. Dan is ook alles wel een klein beetje gelig al. Dus ik plak ook nog een eigen patroontje tussendoor. Je kunt je voorstellen dat ik deze op deze manier helemaal af kan maken. En dat ik hierboven dan ga kiezen voor... Echt die knalgele van de mais. Met wat groen gemengd. En dat kunnen best wel weer wat grotere stukjes ook zijn. In ieder geval laat ik het een beetje uitsteken. En dan kan ik het erna altijd afknippen. Er zit daar een donkerder stukje. Dat zit ook mooi in mijn papiertje. Soms is het toeval. En dan komt het heel handig uit. En anders ga ik daar een stukje voor moeten zoeken. Ik verdeel mijn maispatroon. En vul het aan met mijn eigen stukjes geel. En stukjes groen. Terwijl ik bezig ben, bedenk ik nu van wat je nog zou kunnen doen is met het vliegenpapier. Bijvoorbeeld zo'n stukje lichtblauw onder die bomen aan de bovenkant te plakken, dat je de lucht er dus doorheen kan laten schemeren. Maar je kan ook aan het eind met een hele dunne verf de lucht gewoon blauw maken of je plakt het nog met blauwe stukjes op. Dus soms krijg je ook gaandeweg als je bezig bent... De ideeën een beetje. Tenminste, bij mij werkt het zo. Ik plak deze nog even op. Het randje knip ik er straks af, wat nu uitsteekt. En wat wel handig is, is dat ik nu alvast het randje van de rots beplak. Want als ik die rots dan straks afmaak, dat die er overheen gaat. Ik plak hier nu wat donkere stukjes. En ik doe daar weer wat gele stukjes overheen, dat het net kleine boomstammetjes lijken. Zoals je ziet heb ik hier die donkere al overgenomen. En hier moet zeg maar straks deze lichte punt komen. En deze donkerte. En ik kan deze rotsen ook met die andere stukjes die ik hier had uitgekozen verder in maken. Dit is zeg maar de structuur hier. Ik heb de mais een beetje verdeeld. Dit ga ik dan allemaal opvullen met een beetje groen-gele kleurtjes. Omdat het hier wat donkerder is, heb ik wat donkere stukjes gedaan. En de suggestie van die boomstammetjes krijg je doordat je dan... Een stukje donker plakt en weer met geels eroverheen. Dan krijg ik het hier met geel en donkere kleuren voor de boomstammetjes. Zo kun je hem helemaal invullen. En dan heb je op een gegeven moment dit schilderij zo gemaakt. De laatste techniek wat ik eventjes wil laten zien. Dat is deze techniek. Je ziet hierbij al
dat er allerlei laagjes over elkaar zijn. Dit is echt een techniek wat je best eventjes moet oefenen, wat je door moet krijgen. Maar de kunst zit er maar in dat je van tevoren bij stap 1 kijk je naar het plaatje. Nou, ik ga even uit van deze. Dat is natuurlijk niet dit schilderij. Maar wat ik nu zou doen is kijken van waar zitten de allerdonkerste plekken. En dan knip je met een schaar uit het vliegenpapier contrasterende kleuren die samen het donkerder maken. En ik weet dat als je rood onder groen doet, dat dat een beetje een bruine kleur wordt. Wat we net ook al hadden in dat mengen. Dan heb je eigenlijk ook weer de drie kleuren bij elkaar. Hè? Want rood en blauw en geel werd samen bruin. En als je dus rood en groen doet, heb je eigenlijk ook groen en blauw. Of geel en blauw is al groen. Die leg je allereerst neer. Dus die knip je uit. Ik heb even een lange karton. Ik teken hier niet op, want dat blijf je zien met dat vliegenpapier. Ik werk nu even op z'n kop. Pak even de schaar. En dan knip ik een beetje zo'n graspolletje, knip ik een beetje na. Omdraaien, dat ik zie wat ik doe. Ik leg hem eventjes neer. En er zijn meer graspolletjes, dus die knip ik ook. Of ik denk, nou, dit doet het eigenlijk al aardig. Een beetje eigenwijs papiertje. Deze donkere dingen kun je natuurlijk ook alvast een kleur onder doen. En ik denk als ik daar... Ga ik even kijken. Paars onder doen. Probeer gewoon nu even wat uit. En dan weet je hoe het werkt. En ik doe daar straks een beetje bruin over. Van die rots. Laat ik het even zien. Nee, het paars is niet donker genoeg om er door het bruin heen te schijnen. Heb ik toch nog een andere kleur voor nodig. Ik denk dat ik daar het donkerblauw voor kies. Nou, ik doe het rood even opzij. Als je dichtbij kijkt, kun je zien dat onder het bruin in het midden een donkere reflex zit van het blauw wat eronder zit. Nou, en dat is de hele techniek van dit schilderen, is dat je dus kleuren over elkaar legt waardoor er donkerte en lichte plekken ontstaan. En dat is echt een kwestie van gewoon een keer doen, durven, uitproberen en goed bedenken van waar wil je het licht en waar wil je het donker hebben. En die plak je eerst op en je kan proberen om hier in één keer wat langere stroken van te maken. En dan kun je ook stukjes laten overlappen, waardoor het weer donkerder wordt. Dat kan je natuurlijk bij deze heel goed zien. Dit is water met lichte plekken erin waar ik geel onder heb gedaan. Het is allemaal dezelfde kleur lichtblauw, maar twee laagjes lichtblauw is donkerder lichtblauw dan wanneer het maar één laagje is. Als ik weer lichtblauw gebruik met donkerblauw eronder, wordt het een hele andere kleur lichtblauw dan deze. Dus dat is een kwestie van een laagje over laagje doen. Elke keer lijm, weer nieuwe lijm. En als opdracht trek ik het redelijk glad weg. En durf ook andere kleuren eronder te leggen. Rood geeft een hele mooie donkerte. Paars geeft hele mooie schaduwen ergens onder. Maar ook groen kun je natuurlijk prima gebruiken in water om een hele donkere waterkleur te krijgen. Ik zal een klein stukje van deze eventjes doen. Dan begin ik aan de onderkant. Ik plak eventjes de graspolletjes erop. Ik neem een stukje een randje geel. Wat ik ondertussen zie is
als ik met het geel over het rood ga, dat heb ik hier laten zien, wordt het eigenlijk een hele mooie kleur oranje. En dat zou ik heel goed kunnen gebruiken voor natuurlijk deze strook. Ik laat het even overlappen over het geel heen. Dan doe ik even een stukje donkergroen over het rood heen om te laten zien dat er een heel donker stukje wordt in mijn collage. Dus ik doe nu gewoon een heel klein stukje eventjes invullen om te laten zien wat de verschillende effecten ervan zijn. Je kunt je voorstellen dat je, als je dit dus allemaal doortrekt, dat je dus hele mooie van die banen hier kan maken in deze kleurstellingen. En als ik hier dus bruin overheen doe, krijg ik dat rotsachtige stukje erin. En zo zou ik hem dus helemaal op kunnen bouwen in alle mogelijke vormen. Voor vandaag laat ik het hierbij. We hebben nu 3 verschillende collagetechnieken gezien. En zoals ik aan het begin al zei, zijn er nog veel meer technieken. Combinaties zijn altijd mogelijk. Combinaties met erin tekenen, erbij schilderen en ook de collagetechnieken onderling met elkaar mixen. Maar kort samengevat hebben we de techniek waarbij je uit tijdschrift en eigen patroontjes een landschapje kan maken of een stukje uit je tuin, waarbij je kijkt naar licht en donker, grotere stukken en kleine stukjes verdeeld. Kijk naar de vorm, plak ik ze in de schuinte, plak ik ze verticaal als boomstammetjes. Sprietjes heb ik geknipt, sommige heb ik gescheurd. En in ieder geval, dat is al een combinatie van verschillende dingen. Daarna hebben we gezien dat je ook patroontjes uit blokjes kan halen, voor als je wat minder tijd hebt om je eigen patronen te maken. Papiertjes zoeken op kleur uit tijdschriften. En de laatste techniek, wat ik zelf de moeilijkste vind, is met laagjes werken en kijken wat wordt donker, wat wordt licht. En dus uitproberen van wat gebeurt er als ik die kleur ergens onder leg. En dat is echt gewoon, net als schilderen, een soort zoektocht. En je moet het maar gewoon op papiertjes proberen. Als je papiertje vastplakt, blijft het redelijk recht. Of een stukje karton, wat ik nu gebruikt heb. Maar ik hoop dat het gaat lukken en dat jullie heel veel plezier hebben met het maken van een collage.